De besteding van de resterende 17 miljoen euro aan verdragsmiddelen vanuit Nederland zal worden besproken tijdens een hoogambtelijk overleg. Functionarissen uit Nederland zijn gisteren in Suriname aangekomen voor deze tweedaagse interdepartementale missie. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt dat er diverse aspecten van het buitenlands beleid besproken zullen worden tijdens dit overleg. We hadden reeds in een eerste ontmoeting in Nederland in augustus afgesproken dat er nog restant middelen zijn die geblokkeerd waren vanwege omstandigheden hier in Paramaribo. Die zijn gedeblokkeerd. Dat is om en bij een bedrag van 17 miljoen euro. We gaan daarover praten. Wat nou precies het bedrag is, want er schijnen wat audit issues te zijn. Maar in ieder geval, de besteding daarvan zal tijdens dit bezoek aan de orde komen. En een van de zaken waar zeker een deel van het geld naartoe zal gaan, is de afbouw van het Hoofdbureau van Politie. Dat is één zaak. Maar daarnaast zijn er uitstaande lopende aspecten of issues met betrekking tot het buitenlands beleid. Visumvrij reizen naar Nederland, de issue van de politieke ondersteuning in internationale financiële organisaties. Een aantal andere zaken die spelen, die zullen dan besproken worden met buitenlandse zaken. En dan op de specifieke technische deelterreinen, met LVV, met volksgezondheid, met financiën, met name op het stuk van belastingdienst, douane, FIOD, zal er apart worden gesproken. Dus na de eerste paar uren hier zal men teruggaan naar de verschillende ministeries en daar specifieke afspraken maken met betrekking tot de technische bijstand die noodzakelijk is en wanneer er dan misschien aan tegemoet kan komen. Ramdien zegt dat het resultaat van deze missie moet leiden tot verbetering van onze economische situatie. De bewindsman wijst erop dat er niet alleen samengewerkt wordt met Nederland, maar dat er ook samenwerkingen worden aangegaan met onder andere Frankrijk en Brazilië. Het buitenlands beleid van deze regering is erop gericht om op een pragmatische manier steun te zoeken voor datgene wat wij nodig hebben, uitgaande van wat wij nodig hebben. En uiteraard vanwege de situatie wat we hebben overgenomen, zijn verschillende instituten, beleidsgebieden behoorlijk geërodeerd. En we moeten samenwerken om die gebieden weer te versterken. En dit is één methode om te kijken op welke wijze samenwerking met Nederland gefinaliseerd kan worden. En binnenkort met Brazilië, we gaan samenwerkingsprojecten hebben met Guyana. Het zijn andersoortige relaties met Frankrijk, met Canada. Dus we zijn op een heleboel terreinen met een heleboel landen bezig. Ook met de United States en met het Verenigd Koninkrijk. Dat was minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. De bewindsman hoopt dat uit het tweedaagse hoogambtelijke overleg met Nederland er concrete resultaten bereikt worden voor diverse beleidsgebieden.